In deze video wil ik met je delen hoe spiritualiteit juist superaards kan zijn en hoe het je kan helpen om dicht bij jezelf te blijven zonder de benodigdheden van wierook en Palo Santo. Leuk dat je kijkt. Als je nieuw bent hier, mijn naam is Lisa Jane en op dit kanaal maak ik video's over persoonlijke ontwikkeling en ik heb altijd mijn eigen pad bewandeld. Ik heb, voor zover ik me kan herinneren, altijd gedaan wat goed voelde voor mij. En nu ik 31 ben, heb ik mijn leven een tikkeltje anders ingericht dan de meeste mensen in mijn omgeving. En dit is iets waar ik echt zo erg voor sta. Dat je jouw eigen waarheid leeft en je niet laat beïnvloeden door wat de omgeving van je verwacht. Met video's op dit YouTube-kanaal hoop ik je te inspireren om jezelf beter te leren kennen en ook gelijk dicht bij jezelf te blijven en sterker in je eigen schoenen te staan. Mocht je dit nu al leuk vinden, klik op abonneren zodat je geen video meer mist. Goed, vandaag dus even het onderwerp spiritualiteit. Een onderwerp waar veel meningen over zijn, op allerlei soorten vlakken. En ik deed net al even met een knipoog zeggen dat het niet gaat over de wierook en de Palo Santo. Maar natuurlijk, als je dat leuk vindt en als je daar je ei in kwijt kan, go for it. Maar ik ervaar wel dat het beeld van wat spiritualiteit is dat het in ieder geval niet. Dus laten we dat even duidelijk krijgen met elkaar. Er zijn verschillende misvattingen over spiritualiteit en ik denk ook dat het heel erg komt door het beeld, hoe het neergezet wordt. En ik ervaar hierin ook een groot verschil met bijvoorbeeld Nederland versus als ik in het buitenland ben op plekken als Puerto Escondido in Mexico of Chiang Mai, Thailand. In Nederland ervaar ik spiritualiteit wel op een manier dat het meer zien en gezien worden is. Ik had laatst een gesprek met iemand wat heel interessant was. Zij zei van, ervaar je misschien dat in Nederland mensen doen meer hier alsof? En ik had zoiets van, yeah, that sounds pretty accurate. Ik heb het gevoel soms alsof mensen ja, te veel die show zetten met dus de wierook en de Palo Santo. En dat het er allemaal dan heel mooi uit moet zien. Terwijl, ja, dat is in de essentie, vind ik persoonlijk, niet waar het over gaat. Spiritualiteit wordt vaak als iets gezien dat heel erg zweverig is. En ik weet ook dat in mijn directe omgeving mensen mij als zweverig kunnen bestempelen. Maar als je dieper gaat kijken, dan durf ik oprecht te zeggen dat er misschien wel niks aardser bestaat dan wanneer je spiritualiteit toepast in je dagelijkse leven. In mijn beleving zijn er twee extreme varianten van wat spiritualiteit dan is. Of eigenlijk drie. This is interesting. Eén is het beeld van de mensen die echt een beetje die hippie look hebben. Dus die dreads hebben, bepaalde kleding dragen en die elkaar op spirituele festivals het hele weekend knuffelen. Oprecht, ik heb echt no offense naar al deze mensen, maar het is wel een bepaalde uiting van laten zien dat ze spiritueel zijn. Dan hebben we nog een andere vorm van spiritualiteit en ik denk dat dit is waar ook het stukje het zweverige vandaan komt. Dit is de spiritualiteit die je kent van het vroegere, ooit begonnen Astro TV, maar wat zich nu verder uit in bijvoorbeeld mediumschap, paragnosten. En mensen die echt zeggen dat ze met overleden mensen kunnen praten. Ik denk dat spiritualiteit ook heel erg daarmee wordt geassocieerd. Met de dood, met het hiernamaals, het meer dan alleen dat wat we nu hier kunnen zien en ervaren in onze 3D-wereld. En ik denk dat er nog een derde beeld is van spiritualiteit die je de laatste tijd steeds meer ziet opkomen. En dat is een beetje het Instagram plaatje spiritualiteit, waarbij er retreats worden georganiseerd die tegenwoordig lijken op hele luxe resortvakanties. En waarbij er events worden georganiseerd die vooral helemaal perfect passen in de Instagram feed. Dit zijn de drie soorten beelden die tegenwoordig spiritualiteit laten zien. En dat is vooral het uiterlijke stuk van wat spiritualiteit dan is. Niet echt is, want het is een uiterlijk iets en uiteindelijk gaat het over zijn en wie je bent en wat je beoefent en hoe bewust je bent.
En als we het dus over bewustzijn hebben, dan is dat wel echt een grote kern van wat spiritualiteit of spiritueel zijn is. Het is een hoog niveau van bewustzijn. Bewustzijn over jezelf, over je emoties, over je gedachtes, over de ander. En ook op een bepaalde manier objectief kunnen zijn, neutraal kunnen zijn, puur kunnen zijn, zuiver kunnen zijn. Dat is denk ik hoe ik spiritualiteit het meest ervaar. En hoe je daar komt, is vooral door meditatie. En ook binnen meditatie zijn er zoveel soorten meditaties en wordt meditatie ook heel erg opgehyped naar iets, ja, waarin we denken dat we heel veel kunnen, bijvoorbeeld kunnen manifesteren. Dus dan gaat het heel erg over de visualisaties, het stappen op verschillende tijdlijn meditaties, veel muziek in de meditatie, et cetera, et cetera. Terwijl de meest gegronde vorm in mijn beleving, in mijn ogen, is stilte. Mediteren in stilte. En vanuit een bepaalde vorm van zijn, van bewustzijn, daar ligt de essentie van spiritualiteit voor mij. En dan gaat het niet enkel over wat daar gebeurt in die meditatie die je misschien voor 10, 15, 30 minuten doet. Het gaat ook om wat je vervolgens meedraagt en meeneemt vanuit daar in je dagelijkse leven. En daarin gaat het ook over leven vanuit een intentie. Waarin je elke dag bewuste keuzes maakt die goed voelen voor jou. En omdat je bewust bent over jezelf en over je eigen gedachtes, gevoelens en patronen, kun je ook meer met intentie leven en keuzes maken die passen bij jou. En dat is waarom ik noemde dat het spirituele juist je heel erg kan helpen om dicht bij jezelf te blijven. Ook wanneer er dingen gebeuren in je dagelijkse leven die misschien als een tegenslag voelen of intens worden ervaren, of wanneer er bepaalde conflicten zijn of bepaalde gesprekken, daar op een afstand naar kunnen kijken en ook een bepaalde objectiviteit kunnen hebben en niet te veel reageren vanuit de emotie. Dat, wanneer je dat kan, dan ben je echt spiritualiteit in actie aan het voeren. En ja, spiritualiteit heeft ook zeker te maken met dat stukje van het universum, waar denk ik vele mensen spiritualiteit aan koppelen die al een stuk verder zijn in hun journey. En daarin gaat het over weten dat je niet alleen bent en dat we één zijn. En ja, dat je misschien wordt gedragen door iets dat groter is dan jij en dat niet alles alleen hoeft. Spiritualiteit en persoonlijke groei gaat voor mij niet over vinden van je purpose of over allerlei ceremonies doen en naar verschillende soorten retreats gaan. De echte groei van jou als mens ligt vooral in de dagelijkse situaties. Spirituele groei, de persoonlijke groei voor jou, ligt in het volgende conflict met je partner. Ligt in dat volgende moment dat je getriggerd wordt door iets of iemand. Ik geloof heel erg dat daar ligt het. En ik denk dat de valkuil van vele mensen is dat ze maar grijpen naar al die dingen van buitenaf. De shiny objects. Die dan heel interessant zijn, interessant klinken en waardoor je altijd op zoek bent naar datgene van buitenaf. Terwijl het echte stuk en het echte werk ligt recht voor je neus. Op het moment dat je straks weer op je telefoon zit of eigenlijk nu deze video kijkt en mindless aan het scrollen bent, dat zijn de momenten dat de echte groei en het echte bewustzijn kan plaatsvinden. Dat zijn de momenten waarin je jezelf mag vangen. En ik denk dat wanneer je dat doet, dat je het spirituele echt een heel erg grounded practice maakt. Spiritualiteit is voor mij ook bewustzijn over energie. En energie klinkt voor heel veel mensen ook al een soort zweverig. Al geloof ik ook dat steeds meer mensen beseffen dat er energie is. En wat energie ook is. En dat het iets is wat door ons heen beweegt. Wat we vast kunnen houden. Wat we weer los kunnen laten. Dat emoties ook energie zijn. En door ook daar bewustzijn over te krijgen over hoe dat werkt. Bij jouzelf.
in combinatie met een ander. Of ook wat van een ander is en wat van jou is. Dat zijn ook hele praktische tools om mee aan de slag te kunnen gaan. En voor mij persoonlijk is Human Design daarin ook echt een tool die ik gebruik. En dit gaat verder dan dat Human Design een tool voor mij is. Human Design is voor mij een manier van hoe ik mijn leven inricht en hoe ik mezelf observeer, hoe ik anderen observeer. Maar het geeft me zo ontzettend veel inzicht en bewustzijn dat dat echt iets is wat me ook heel erg helpt bij het ontwikkelen van mij als spiritueel mens. Een ander belangrijk spiritueel inzicht is dat perfectie niet bestaat. En ik noemde het eerder al even dat het gaat over een bepaalde objectiviteit kunnen hebben. Met een bepaalde afstand iets kunnen zien. En niet heel snel vanuit emotie willen reageren op iets en iets bestempelen als goed of fout. Wanneer je afstand kunt nemen van een situatie en kunt zien dat er meerdere waarheden zijn en dat er niet maar één waarheid is, dan ben je ook aan het groeien in je spirituele reis. Ik denk dat we allemaal spiritueel zijn. We hebben het allemaal in ons. We zijn het allemaal, alleen bij de een is het iets meer weggeduwd dan bij de ander. Bij de een is het meer geconditioneerd dan bij de ander. De een durft er meer voor open te staan dan de ander. De een voelt meer dan een ander. De een ziet meer dan een ander. De een ruikt, hoort, denkt meer dan een ander. Wat als spiritualiteit iets is wat we allemaal in ons hebben? En dat geloof ik. Ik geloof dat we allemaal spiritual beings zijn. Het gaat over herinneren wie we zijn. Waar we vandaan komen. Dat we gewoon maar een ziel zijn die in dit lichaam, op dit moment, in dit leven op aarde zijn. En weer op een ander moment, in een ander leven, een ander lichaam hebben. En dat die ziel, die komt ergens vandaan wat dan het universum heet. Ja. Dat ging even diep. Maar ik geloof dat dat wel het spirituele geloof is. Maar de spirituele practice hier op aarde kan juist super, super down to earth zijn. En het betekent heus niet dat alles dan maar met liefde en licht aangegaan wordt. Want conflict, donker, rauwheid, ja, dat hoort hier op aarde. En dat mogen we ook omarmen. Maar nogmaals, er hoeft geen oordeel over te zijn. De afstand kunnen bewaren en niet labelen met goed of fout. En dat kunnen zien en het kunnen ervaren. Dat is echt waar spiritualiteit voor mij persoonlijk over gaat. Het is wat mij betreft de hoogste vorm van zelfliefde. En ik denk dat we daar allemaal tot in staat zijn. Dus als spiritualiteit voor jou iets vaags lijkt of iets wat je niet interesseert, ik hoop dat deze video je misschien een beetje heeft laten inzien dat het eigenlijk helemaal niet zo gek hoeft te zijn. En dat het iets is wat helemaal niet zo super ver van je bedshow af hoeft te zijn. Het is iets wat je mag ontdekken. En eng is het niet. Het heeft gewoon te maken met een hoog bewustzijn hebben. Dat is de basis, vooral om mee te beginnen. Mocht je nu benieuwd zijn hoe het is met jouw zelfbewustzijn, ik heb hieronder een linkje in de beschrijving gezet. Kan je een vragenlijst invullen om te testen wat jouw score is. En als je meer wilt leren over hoe je echt dicht bij jezelf kan blijven, zorg dat je dan even op abonneren klikt, zodat je geen volgende video meer mist. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je weer bij de volgende video. Doei doei!